nou, dan gaan we nu, gelukkig is er heel veel uitgelegd over de TIF-tool en ook over de TRL-skill, wat eigenlijk in Brigade, wat we hebben ontwikkeld om innovatoren te helpen om dat gat te overbruggen van een idee, want soms zomaar een wild idee in een lab of achter een kantoor of ergens anders is ontwikkeld, om dat een stap verder te brengen. En de TIF-tool, nou, het is al een heel aantal keren genoemd. Het is een self-assessment tool. Dus het is echt bedoeld voor mensen die een idee hebben om dat toe te passen. Ze hoeven geen expert te zijn. Dat verwacht je eigenlijk niet. Het is ook een eerste stap. Hè? Chris heeft ook al een paar keer benadrukt zo van het is context specifiek. En het is bedoeld om aan het nadenken te zetten. Nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de TIF-tool meer vragen oproept dan het beantwoordt. Dus misschien om jullie verwachtingen toch een beetje te managen. Het is bedoeld om innovatoren die een idee hebben om eens te kijken waar moet je allemaal aan denken. En als ik het echt verder wil brengen, wat zijn aandachtspunten? Hè? Waar scoor ik gewoon goed? Nou, ik hoorde Yvette net zeggen van technisch zit het al heel goed in elkaar. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het ook op andere factoren scoort. Nou, dit is natuurlijk, deze innovatie is wel een speciale innovatie, want hij wordt al toegepast. Hè? Er wordt zelfs over gedacht om het op te schalen. En de TIF-tool is wel bedacht voor mensen met een wild idee die dat verder willen brengen. En die zouden eigenlijk ook die TIF-tool een aantal keren moeten toepassen, zodat ze hem steeds een stapje verder kunnen brengen. Dat is dus even de achtergrond. Het ziet er op dit moment zo uit als een Excel-sheet met een aantal tabs. Het begint met de welkom-tab, die weer even uitlegt wat Brigade is. Hè? De TIF-tool, dit is de versie. Ook dat je meer informatie kunt vinden. Dus dit is even een introductie. Hè? En het staat ook dat het eigenlijk bedoeld is om deze tool een paar keer te beginnen. Zo in het begin, als je een wild idee hebt, ga je hem toepassen. En dan komt er bijvoorbeeld uit van, nou, ik moet toch nog wel wat meer aandacht daaraan geven. Dan heb je dat gedaan. Ben je weer een stapje verder. Hè? Misschien zoals Yvette, haar innovatie, dat die echt wordt toegepast, maar dat je weer groter wil. Ga je hem nog een keer toepassen en later nog eens. En als het goed is, ja, dan zie je ook een verschuiving van wat er gebeurt. Dus dat is het idee erachter. En, nou, we hebben deze TIF-tool met een heel team van onderzoekers ontwikkeld. Vanuit de TU Delft hebben we het technische deel en het environmental deel gedaan. Dat komt ook omdat ik ook nog wat roots in Wageningen, wat groene roots heb. Dus vandaar. Sectoral, heel aantal collega's van buitenlandse universiteiten. Ook van instituten, zeg maar, die daarom Lissabon, een Grieks instituut heeft meegedaan, België. Nou, de societal things heeft Chris al helemaal uitgelegd, dus die zijn door Oxford ontwikkeld. Ik laat het gewoon even heel snel zien. Als het innovator begint, dan ik vraag gewoon eerst even wat algemene informatie in te vullen. Maar dan ook even na te denken van wat voor type hazard is nou je innovatie op gericht? Hè? Is het op kusten, op overstroming vanuit zee, vanuit de rivier? Of zijn het flash floods, hè, bij die hele snelle in heuvelachtige terreinen. Dat zit hier in Nederland, maar dit instrument is eigenlijk voor heel Europa, misschien zelfs wel voor de hele wereld bedoeld. Hè, maar in eerste instantie op Europa. Dus voor verschillende gebieden. En ook droughts is ingebouwd. En dan extreme weersomstandigheden. Waar we ook naar hebben gekeken, dat we het toch even laten zien. Ik kan dit heel slecht zien. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, dit gaat beter. Dus ook type verschillende innovaties. Hè? We hebben net al even die barriers laten zien. Nou, deze innovatie die Yvette heeft getoond. Ja, dat is natuurlijk een heel ander type innovatie dan een opblaasbare dam bijvoorbeeld. Dus dit instrument moet eigenlijk, het moet simpel zijn. Iedereen moet het eigenlijk kunnen invullen zonder te veel achtergrondkennis. Maar het moet ook nog eens een heel groot terrein coveren. En met het hele team hebben we daar eigenlijk wel 2 jaar aan gewerkt om al die vragen te ontwikkelen. En het is wel de eerste stap. Hè. Je kunt het een paar keer doen als je echt de diepte in wil. Als je echt heel veel over de impact op het milieu wil weten. Ja, dan moet je toch wel
meer experts inschakelen. Hè. Dan kun je dat niet meer zelf doen. Dan is er meer kennis nodig. Nou, het idee was nu om deze TIF-toolers op de innovatie van Yvette los te laten. Op zich is deze tool bedoeld om vrij snel in te vullen, maar ja, volgens mij heb ik nog precies een kwartier. Nou, ik kan wel vertellen dat gaat niet lukken, want we moeten 4 tabs invullen. Daarom heb ik bedacht om het wat anders te doen. Ik heb een prints gemaakt van al die tabs. Ik laat toch even zien hoe het eruit ziet. En het verzoek is dat jullie me in 2-tallen gewoon even discussierend zo die vragenlijst gaan invullen voor 1 van deze 4 tabs, of 1 van deze 4 onderwerpen. En dan even in 5-6 minuten en dan besteden we de laatste 7-8 minuten om bijvoorbeeld de sectoral, hè, want Yvette noemde dat ze eigenlijk over het technische deel al vrij zeker was dat dat wel goed in elkaar zat. Dus dan zouden we even na kunnen praten over de sectoral punt. Ik denk dat dat interessant is. Dus nu in 2-tallen, even in 5-6 minuten gezamenlijk dit invullen. Voor de innovatie van Yvette. Dus ik hoop dat jullie allemaal heel goed opgelet hebben. En anders is Yvette hier, dus hier kun je ook nog gewoon vragen stellen natuurlijk.